360 meter kade, 1600 parkeerplaatsen met laadplekken, 16.000 zonnepanelen en 10 windmolens. Dat is allemaal nodig om het gigantische gloednieuwe logistieke centrum in het westelijk Havengebied 220.000 vierkante meter gestorte vloeren te laten werken. We staan nu op een plek waar drie jaar geleden nog een oude vieze chemische fabriek stond. En met een hele grote milieucirkel over de overkant heen. Dat er aan de overkant ook nooit woningen gebouwd uh, zouden kunnen worden. Nou, we hebben die milieucirkel opgelost, het terrein gesaneerd en een prachtig nieuw concept uh, gebouwd. Uh, ja, wat jullie hier kunnen zien. Ondernemer Wim Beelen stond aan de wieg van dat concept. Dat hij zelf de brievenbus van Amsterdam noemt. En die brievenbus heeft als doel om Amsterdammers te voorzien van alles wat ze nodig hebben. Maar dan op een groene en zo efficiënt mogelijke manier. Stel dat jij morgen bij een, een warenhuis uh, uh, meubels koopt. Dan kan er een seintje naar dit gebouw gaan, naar een gebruiker in dit gebouw, die dan uh, uh, met een fiets of een busje of de best mogelijke manier emissieloos de stad in kan, maar dan niet alleen voor jouw pakketje gaat. Wat ook nog eens kan als je, als je heel veel pakketjes hebt. Maar die ook meerdere pakketjes met elkaar meeneemt om dat op een efficiënte manier te doen. En dat zit dus aan de rand van de stad. Het is dus de bedoeling dat verschillende bedrijven zich op het terrein vestigen en hun transporten gaan delen met elkaar. De eerste gebruiker is nu aan het inhuizen. En zo gaan we de komende maanden, elke maand, een gebruiker laten inhuizen. En uiteindelijk willen we eind van het jaar het hele gebouw operationeel hebben met bedrijven. Inmiddels heeft Wim het terrein verkocht. Toch blijft hij betrokken. Ik heb de brievenbus van Amsterdam heb ik, uh, uh, overgedragen aan iemand die dezelfde filosofie heeft en die zo'n groot gebouw ook op een hele goede manier kan beheren. Maar het gebouw is pas klaar uh, als die ook doet wat hij zou moeten doen, hoe je hem bedacht hebt. En dat is uh, super leuk om te doen. En daar ben ik elke dag met veel plezier uh, met een team van mensen aan het doen.